Ik baal ervan dat we pas naar jongeren luisteren op het moment dat het helemaal mis is gegaan. Ik zou eigenlijk willen dat we dat al veel eerder doen. Ik denk vooral praat met de jongeren en niet over de jongeren. Dat is het belangrijkste. Ik denk dat wij over 10 jaar dan al op een veel betere plek zijn in de jeugdzorg dan dat we nu staan. Binnen Entree Lindhout zit er een verschil tussen de cliëntenraad en de jongerenraad. En ik denk dat het juist heel mooi is dat dat verschil er ook is. Onze cliëntenraad heeft echt een formele vorm. Hè? Dat is een cliëntenraad zoals die in de wet ook bedoeld is. En de jongerenraad is een groep jongeren die bij elkaar komt, die zich verbonden heeft aan het thema we willen de jeugdzorg op de een of andere manier verbeteren. En heeft ook wel een rol binnen onze organisatie, maar is ook echt een eigen ding. Ja, ik vind het iets heel moois. Entree Lindhout is er steeds serieuzer mee bezig. Wij worden als jongerenraad ook steeds serieuzer betrokken. We zijn dan met zo'n format bezig in de jeugdzorg, de hulpverleningsformat. En dan op een gegeven moment zegt een van onze jongeren, waarom staat er bij geslacht jongen of meisje? Waarom kan ik daar niet invullen, dat wil ik niet zeggen. Of ik weet het nog niet. Of non-binair. En ineens bedenken we, ja eigenlijk waarom doen we dat? En dat hoeft ook eigenlijk niet op deze manier, nou doen we het anders. Angelo probeert juist een 2.0 van de jongerenraad te maken, dus door meer onze ding te laten doen. Maar als wij zeggen van Angelo, zou je dit en dit voor ons kunnen regelen, dan wordt het gedaan. En ik denk dat dat het belangrijkste is, waardoor we ook hebben dat we heel makkelijk bij de bestuurder terecht kunnen komen. Onze jongeren bepalen bijvoorbeeld hun eigen agenda. En ik zit daar wel bij als gespreksleider of voorzitter. Ik doe wel een opzetje tot de agenda, maar als dat er niet op moet, als jongeren zeggen, daar willen we het nu niet over hebben, gaat het eraf. Het openstaan om daadwerkelijk in gesprek te gaan met de jongeren en daadwerkelijk open te staan voor die gesprekken. Ik denk dat als iedere organisatie dat zou doen, dat ja, weet je fixt het niet binnen een jaar. Maar ik denk dat wij over 10 jaar dan al op een veel betere plek zijn in de jeugdzorg dan we nu staan. Ik heb heel erg veel respect dat jongeren mij zo dichtbij laten bij hun leven, bij wat zij meemaken. En mijn wijze om die respect te tonen aan hun, dat ik dat zo bijzonder vind dat ze dat toelaten, is ze ook zo dichtbij bij mij laten. En dat kan ergens professioneel en dat kan ergens met een professionele afstand, maar ja, ik noem dat liever professionele nabijheid. Ik denk dat als wij gewoon op een hele normale manier discussiëren en met elkaar omgaan en jongeren en volwassenen met elkaar samen gaan werken, dat we op een veel betere en mooiere plek terechtkomen in de jeugdzorg. Ik ben blij als we worden gehoord en dat ze naar ons luisteren, want dat is het belangrijkste. Ik denk dat je daar het verste mee komt en ik denk dat daardoor we ook meer gehoord worden. Ik denk dat dat de kracht is van de jongerenraad. Dat wij niet hebben bepaald wat de jongerenraad is, maar dat de jongerenraad vooral is. En dat we dan wel kijken wat het wordt.